De vissen zelf mogen natuurlijk niet ontbreken. Blikvanger van de beurs is dit uit de kluitengewassen aquarium van 10 meter lang. 25 karpers zwemmen erin rond. Dit is echt een beurs voor de karpenliefhebber. En dan met het gebied op de sportvisserij, dus echt op het karpenvissen gericht. En dat is te merken ook. Voor de karpenvisser is dit een soort van walhalla. Hengels, aas en tenten genoeg. Zoals deze bijvoorbeeld. Kijk, we staan hier. 3 kilo. Nou, karpenvissers die zijn vaak op zoek naar plekken die zeg maar niet direct naast je auto zijn. Want daar gaat iedereen zitten. Dus als je een tentje hebt die heel licht is, kun je makkelijk die grotere afstand afleggen. Ja, mooie spullen genoeg. Maar daar betaal je dan ook flink voor. Het is wel een dure hobby, ja. Zeker. Dus, maar ja, elke hobby kost wel geld, hè. En zo is het maar net. Je krijgt er natuurlijk wel wat voor terug. Het is voor mij een stukje ontspanning, weg van de dagelijkse gebeurtenissen. Een joekel van een karper aan de haak slaan, daar draait het allemaal om. En dat doe je natuurlijk met het juiste aas. Ik denk dat het meest een hot item is op het moment in de karpervisserij, aas. Ja. Iedereen die speelt, springt daarop in. En ja, karpervissers die willen ook graag met goede spullen vissen. Dat laatste stukje van de lijn, dat is belangrijk. En dat laatste stukje van de lijn is er in allerlei smaken en kleuren. En sommige ruiken zo zoet en lekker dat je bijna denkt dat het snoepjes zijn. Karper is eigenlijk een zoete kou. En naast de vismeel houdt hij dus heel veel van zoet. En die twee hebben we dus gecombineerd om een zo goed mogelijk aas te maken. De karpers in het aquarium zijn zich van geen kwaad bewust. Maar daar komt verandering in. Wat gaat er uiteindelijk met al deze vissen gebeuren? Gaan die naar dat eettentje erachter jou? Nee, daar gaan ze absoluut niet heen. Deze vissen zijn niet voor consumptie. Deze vissen zijn verkocht in een Frans betaalwater, zoals we dat noemen. En daar wordt op gevist door de sportvisser, tegen betaling. Karpervissers kunnen nog het hele weekend terecht op de beurs. En mocht u nou binnenkort zelf gaan vissen, onthoud dan even het volgende. Gooi je vis terug in het water en behoud de sport voor later. Dat vind ik echt het belangrijkste. Visje vangen, foto maken en netjes terug.